to be happy. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Bert en ik heb ADHD. Alle dagen heel dik. En vroeger, dan werd ik er altijd mee gepest. Dan liep ze op straat, dikke vetkwap, rolmops, bolle Jan. Ik heet helemaal geen Jan, maar goed. Van dat schelden, ik werd er echt kotsmisselijk van. Hè. En als ik kotsmisselijk word, dames en heren, tot aan de vierde rij. Hè. Dus weet wat je zegt. Hè. En er zijn dan wel eens van die mensen, die willen je dan opbeuren. Hè. En die zeggen, geluk zit hem in kleine dingen. Want wat ik namelijk niet heb, dat is geluk. Ik win ook helemaal nooit wat. Dat heb ik mijn hele leven al. En die mensen zeggen dan, Bert, geluk zit hem in kleine dingen. Nou, ik merk er anders weinig van als ik tijdens douchen naar beneden kijk. Of bijvoorbeeld onder een ladder doorlopen. De meeste mensen lopen gewoon onder een ladder door. Als ik bijgeloof, gebeurt er niks. Bij mij werkt het echt. Als ik onder een ladder doorloop, heb net de glazenwasser diarree. Maar goed, in mijn jeugd, ik speelde lekker buiten. Ik had op zich wel een leuke verzameling thuis. Ik spaarde hamburgers. En als ik dan buiten speelde, dan riep mijn moeder altijd, Bertje, alleen dat al, Bertje, maar goed, kom je voor het eten binnen? Ja, ik ging dan netjes voor het eten naar binnen en toch kreeg ik klappen. Want ik eet namelijk 12 keer per dag. Ja, weet je, oké, dan ga je wat verder in je jeugd en dan wil je op een gegeven moment wil je gaan sporten. Ik denk, voetballen, dat is wel iets wat ik leuk vind. Dus ik kom daar, ik meld me aan. Hadden ze natuurlijk voor mij geen kleding. Dus ik met kleding van de senioren, dat veld in, helemaal trots natuurlijk. Tot ik op een gegeven moment de shirtreclame zag. De Burger King. Zo is op een gegeven moment mijn jeugd, is op zich goed verlopen. Dan komt de tijd dat je verkering krijgt. En geloof het of niet, dames en heren. Inderdaad, ik kreeg ook verkering. Ik had nog even de hoop van, misschien blijf ik mijn hele leven vrijgezel. Maar ik zei net al dat ik nooit geluk heb. En er was een meisje, ik vergeet het nooit meer, Miranda. Lelijk! De hele smoel zat helemaal vol met puisten. Echt zo iemand waarvan je zegt, die hebt met terugwerkende kracht de waterpokken. Helemaal vol. Maar goed, zat op zich, heb ze me toch wel een keer van een probleem afgeholpen. Want ik had namelijk een slaapprobleem in die tijd. En als ik dan niet kon slapen, dan ging ik gewoon buisjes tellen. En dan viel ik bij 3095 viel ik in slaap. Maar uiteindelijk heb ik het met die Miranda toch uitgemaakt. Vanwege de seks. En niet omdat ik het niet lekker vind, want ik ben groot liefhebber, dames en heren. Maar elke keer als ik seks met haar wilde, moest ik de hele tijd naar Drenthe. Want ik ben namelijk door mijn bed heen gestort, door haar bed heen gestort. En in Drenthe hebben ze hun bed. Dan die verkeringtijd die is dan voorbij. Dan komt de tijd dat je moet gaan werken. Op een gegeven moment lig ik thuis op de grond de krant te lezen. De driezitsbank was vol, daar zat mijn vader op. En ik lees zo die krant en ik zie een vacature staan, Chippendale gezocht. Ik denk dat is wat voor die prins, hè. Dus ik schrijf een sollicitatiebrief, met foto erbij. Ik krijg een brief terug, u bent niet aangenomen. Ik had een te lange inwerkperiode nodig. Daarna had ik een leuk idee, ik denk dan wil ik graag diëtiste worden. Ook daar ben ik niet aangenomen. Want ik vrat met mijn eerste gesprek vrat ik de voedingswijzer op. En toen, dames en heren, toen heb ik echt een hele leuke baan gevonden. Ik doe het nog steeds. Twee straten hier verderop werk ik in een club en buurthuis met kinderen. En een van de voordelen van die baan is dat ik pas om 10:00 morgens begin. Dan heb ik 's ochtends nog lekker even de tijd om naar de televisie te kijken. En zat ik laatst kijken naar zo'n programma bij Omroep Max, dat heet De Geheugentrainer. Dan staat er zo'n Ben Kramer met Alzheimer, die staat dan aan zo'n kandidaat te vertellen dat ze boodschappen moet onthouden. In dat geval stond er dan een oude bejaarde. En dan rolt er zo'n lopende band met allerlei dingen op.
ook echt dingen die zij nodig had, hè. Steunkousen, euthanasiepillen, stomazakjes, allemaal dat soort dingen achter. Maar omdat ik zelf nooit geluk heb of nooit iets win, gun ik het een ander ook niet. Dus ik zit te kijken en ik zie onderin zo'n balk in beeld meelopen. Dus ik begin die balk aan te moedigen. Hè. Ik denk van, hè, ik gun het dat kring niet. Dus dat mens die lepelt al die boodschappen op. En net bij de laatste, die balk was net op het eind, toen wist je het niet meer. En wat doet die mafkees van een presentator? Die gaat het voorzeggen. Dus die zegt, Italië. Dus dat mens, pizza. Nee, de onderkant. Pizzabodem. Helemaal uit het dak, helemaal blij, want ze had natuurlijk een prijs gewonnen. Ik was natuurlijk doodziek, want ik gunde dat mens helemaal niet. En nou komt het. Ze krijgt die prijs, een weekendje Antwerpen. En de manier hoe ze dat aanpakt, nou, leuk, bedankt. Ik denk, als ik een weekendje Antwerpen win, dan zijn de trillingen tot in Nijmegen te horen. Maar goed, helemaal nastomend en kwaad, spring ik op mijn fiets en ik rijd naar mijn werk. En dan komen langzamerhand komen de kindjes binnen. Allerlei soorten en maten. Ze hebben bijvoorbeeld 8 jongetjes, ze heten alle 8 Mohammed. En ja, weet je, ze hebben, om ze dan een beetje uit elkaar te halen, hebben ze ook bijnamen gegeven. Ze hebben zo'n heel klein Marokkaantje, die noemen we dan Kuiken. Die begon met zijn geboorte gelijk met pikken. Dan hebben we nog zo'n Marokkaantje, die noemen we Mohammed B. Daar zetten we Theootje dan naast om een beetje. Nou ja, het moet wel gezellig blijven. En dan hebben we ook nog een Antilliaans mannetje. Bruno, leuk ventje. Die heeft niet alleen 23 kettingen en 6 tanden, maar ook een hart van goud. En dan, als alle kinderen binnenkomen, dan is er één, dames en heren. Onze eigen AMDS. Idee wat AMDS is? Een allochtoon met Down syndroom. Ja, zielig, want ze hebben eigenlijk een dubbele handicap. He, ik wil hier ook de naam niet noemen, laat ik dan maar even gemakshalve. Lieselotje. Dat is echt zo'n Mogolennaam, hè? Lieselotje. Nou, als Lieselotje dan binnenkomt, dan heeft ze altijd de neiging om even lekker met ons te knuffelen. In dit geval had ze mij dus uitgekozen. Maar ik had er op die dag echt geen zin in, want Lieselotje had een snottenbel, dames en heren. Echt. Tot hier. De hele kop ging. Maar ja, ik wilde het eigenlijk niet, maar ik was al te laat. Ze pakte me beet en hup, mijn oorbel dwars door mijn slaap heen, mijn hele bek met snot. En dan wil Lieselotje, die wil een spelletje doen. Ja, en ik win nooit wat, dus ik denk, nou, weet je, dat gaan wij doen. En ze kraamt er dan allerlei termen uit. De zeehonden bij Pieter Buren, die hebben er al 4 keer gebeld voor bijles. En ze nemen dan mee naar de kast en dan wil ze 4 op een rij. Dat is een heel simpel, zo'n kutspel met van die dingen. Als je dan 4 hebt, dan heb je het goed. Ik denk, ja dag, ze heeft mij al 10 keer verslagen. We doen nou eens een keer wat ik wil. Dus ik loop met haar naar de kast en ik leg er nog in algemeen beschaafd zeehonds uit. Dat we nu eens een keer doen wat ik wil. Dus ik pak het spel, de kolonisten van Catan. En ik ga zitten, ik leg dat speelbord uit en al die dingetjes. En net, dat spel vordert, en net op het moment dat ik bij het laatste vakje ben, ik denk, hè, ik win, hoor ik mijn collega roepen, we gaan opruimen. Ik denk, ja, dat heb ik weer. Nou, uiteindelijk ga ik dan naar huis. En als ik dan thuis kom, dames en heren, echt, dan heb ik de hoofdprijs. Ik heb namelijk een hele lieve vrouw. Ze zit in de zaal, dames en heren, dus ik moet dat zeggen. Dan heb ik ook 3 kindjes. Mijn oudste zoon, ja, heeft ADHD. Nee, niet omdat hij dik is, maar die heeft echt ADHD. Zijn dagen duren ook maar 12 uur. Dan heb ik nog een jongen met autisme. Die heeft ook helemaal geen vriendjes. Is op zich gunstig als die jarig is. En dan heb ik nog een kleine kleuter van 4, die heeft de ziekte van vrouw. Die gilt de hele dag als die zijn zin niet krijgt. Maar op zich, ik hou heel veel van ze. Alleen zij niet van mij.
En daar kwam ik toen achter een keer met Vaderdag. Tijdens Vaderdag mag ik dan altijd een uur langer uitslapen. Tot 5:30. En toen hadden ze met Vaderdag, hadden ze voor mij, hadden ze een lopend buffet. De hagelslag lag op de trap. In de gang lag de koffie. De boter zat aan de muur. En de boterhammen zaten in de dvd-speler. Nou, dan op een gegeven moment, dan heb ik dat lopend buffet, heb ik op en dan mag ik op de bank gaan zitten. Dan hebben ze eigen gemaakte cadeautjes. Nou, mijn oudste, hè, die krijgt dan, daar krijg ik dan een tekening van met 3000 strepen. Van de middelste krijg ik een leeg blaadje. En van die kleine krijg ik dan zo'n geschilderde wc-rol. En die is nog nat, weet je wel, alsof je hem net uit de wc haalt. Maar ik ben ook altijd eerlijk tegen ze. Ik zeg ook gewoon dat ik het niet mooi vind. Vind je niet mooi, papa? En dan zeg ik, nee, fuck op, ga ergens anders Vaderdag vieren. En ja, nu wil ik er eigenlijk een beetje een eind aan breien, maar voor ik dat ga doen, moet ik jullie iets bekennen, want ik heb stiekem toch een beetje gelogen, want de dagen hier voorafgaand heb ik namelijk toch iets gewonnen. Ik kreeg namelijk van de week een brief van de postcode loterij. Je pakt die envelop en als je dan met die envelop loopt, kan je 3 dingen doen. Je kan filosoferen, je kan ijsberen en je kan masturberen. En ik koos voor het eerste. En al filosoferend dacht ik van, wat zou ik nou doen met een paar miljoen? Leuk autootje. Een reisje voor mijn gezin. Voor de eerste 50 jaar. En voor de rest zou ik dan snoep kopen. En ik ijsbeer zo door die kamer. En ja, moet je toch een keer die envelop openmaken. Dus ik maak hem open. En inderdaad, heel groot gefeliciteerd. Nou, ik ging natuurlijk helemaal door het lint heen. Want ik had namelijk de ijsprijs van C1000. Maar ik was zo gelukkig dat ik totaal niet meer nadacht. Dus ik rende door de gang, ik schoot in mijn echo's, ik sprong op mijn fiets. Als een bezetene fietste ik naar die C1000. Kom ik er onderweg achter dat ik mijn veters niet had vastgemaakt. Dus mijn veter draait om die trappen heen. Ik val bovenop mijn smoel. Mijn schouder uit de kom. Pijn in mijn rug. Ik stap op, ik fiets weer verder. Ik ren die C1000 binnen, gooi 3 van die Benidorm Bastards opzij. Ik kom naar al met een smoel als Miranda die in 1 krabbel al de pukkels heb opengekrabbeld. En ik zeg, hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik. Ik heb prijs. En dat meisje rukt die envelop uit mijn hand en ze zegt, meneer, uw prijs gaat volgende week pas in. Oh. Dank u wel, dames en heren. Ja. Kunnen jullie een beetje verstaan? Ja. Goed zo, goed zo.